Dit is ook een gigantische kans voor jou, hè? Want dit is terug in de picture en na jarenlang te komen. Dit wordt de comeback. Helemaal niet terug, dan is het toch wel een beetje vreemd dat je dat doet. Estefana Polman wordt gelanceerd als tv-ster. Ze gaat het programma Beter Laat dan Nooit presenteren. Hierin trekt ze door Azië met een aantal oud-gedienden binnen de televisiewereld. Ze gaat op stap met Henny Huisman, Ad Visser, Edwin Rutte en Frits Barend. En vandaag vertrekt de hele groep vanaf Schiphol. Dan ben je nu eigenlijk een soort SBS-ster aan het worden, hè? Nou ja, ik ben nog helemaal niks. We gaan nu pas weg. Nou ja, maar je wordt nu echt een talpa-ster dan. Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik hoop dat dit een groot succes wordt. Maar ja. We staan hier nu. Ik ben eigenlijk wel een beetje gespannen. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Nou ja, ik heb wel wat ideeën. Ik ga niet alles verklappen, dat mag natuurlijk nog niet. Maar het wordt echt te gek. En dan hopen dat iedereen nog leeft bij terugkomst eigenlijk. Nou, dat hoop ik ook. Ik heb beloofd aan de vrouwen dat ik ze veilig mee terugneem. Maar ja, ja, we hebben wel een dokter bij ons, dus volgens mij zijn we in goede handen. Is echt een dokter mee wel? Ja, tuurlijk. Ja, je man op leeftijd. Maar ook ik, wat denk je? Henny of meneer Huisman? Hey, Henny, vanzelfsprekend. Okay. Ja, ik ben de jongste van allemaal. Was ook niet heel moeilijk, hè? Nee. Ik ben ooit eens in de surprise show, misschien wel leuk om te vertellen. Was ik een jaar of 40, denk ik, en ging een man van 101 in een helikopter. En die zei, ben je bang dat je neerstort? Ja, ik zeg, ik wel. Dan zeg, u wordt 101, maar ik word maar 40, snap je? Dat heeft een beetje mee te maken. Die komt uit India, denk ik. Ja. Gaan jullie daar ook heen? Nee, daar gaan we niet naartoe. Seoul, geloof ik. Seoul. Ja, okay. Wat doe je snel dat, joh? Wat is dat? Wat is dat voor techniek? 2023 zitten we hier niet, hè? Ja, weet ik wel, maar dan is het toch wel een beetje vreemd dat je dat doet. Okay, nou ja, wat heb je allemaal meegenomen? Want ja, dat is natuurlijk een behoorlijke trip. Raf zit in mijn koffer, maar dat zeggen we... Nee. Dat paste? Nee. Gewoon wat kleren, wat setjes die ik aan moet voor de tv. En dat is allemaal mooi, allemaal uitgekozen. En, is dat misschien ook wel wennen voor jou? Wat onderbroeken. Okay. Ook, dat moet ook aan. En een tandenborstel, dat soort dingen eigenlijk, wat je altijd meeneemt als je op reis gaat. Maar is het wennen voor jou? Want je bent natuurlijk een topsporter, dat is een hele andere wereld. En dit is toch een beetje glitter en glamour en op pad met een crew. Nou, glitter en glamour is het niet. We gaan gewoon in onze spijkerbroekie en onze, in mijn trainingsbroekie ga ik gewoon op pad. Dus zo glitter glamour is het niet. Nee. Het is wel heel anders, maar ik vind het wel heel, heel leuk. Een nieuwe uitdaging. En ik ben benieuwd of het allemaal wel goed gaat komen. Waar maak je je zorgen om dan, Estefane? Ik maak me nooit geen zorgen. Jij? Nee, ik maak me helemaal niet. Of die mannen nog leven als je terug bent eigenlijk. Dat hoop ik wel, daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ja. Dit is ook een gigantische kans voor jou, hè? Want dit is terug in de picture en na jarenlang te komen. Dit wordt de comeback. Helemaal niet terug, want 3 jaar terug deed ik nog, waar is dat feestje bij SWS6? Dus dat hele gedoe over een comeback, dat is een beetje gelul. Want 3 jaar terug had ik, en toen kwam de corona en nu na de corona, nee, zo voel ik het helemaal niet. Ik voel niks voor een comeback of dat. Ik ben gewoon nooit weg geweest. Ja, maar je wilt toch wel wat meer doen ook op tv weer? Of helemaal niet? Dit is een hele mooie afsluiter. Nee, ik wil helemaal niks meer doen voor televisie. Dus dit is dan een soort laatste kunststukje? Nou ja, misschien wel, ja. Of ze moeten daarna nog zeggen, nou, we gaan er nog een keer een serie maken. Kijk aan. Ja, nee. Dan staat Henny er voor open, denk ik. Natuurlijk. Nee. Henny wil wel op tv. Nou, ik was heel lang op televisie. Al 40 jaar, hè. Dus ik ben al heel lang op televisie. Maar ik vind het me steeds werk leuk, ja. Maar Henny wil wel weer wat meer op tv, toch? Wil Henny dat? Ik weet het niet. Jij zegt het. Nee. Dat denk ik. Jij probeert me iets in de schoenen te schuiven, grote vriend. Mis je het of niet? Die aandacht heb ik thuis natuurlijk niet zo. Nee, dat weet je wel. Nee, dat is mijn vrouw die zegt hallo en die stond net wel even te huilen hoor, dat ik wegging. Okay. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Je bent veel intiemer. Toch wel een beetje gewend aan aandacht. Dat vind ik wel leuk. Als je dat bedoelt, vind ik het leuk. Maar het is niet het moet, hoor. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Mis je het dan dat als je op een terras loopt, dat vroeger iedereen misschien zwaaide of zo? Nee, maar dat is nog wel zo. Mensen zwaaien nog wel. Nee, dat is het ook niet. Het is een beetje wat jij nou zo leuk vindt aan televisie. En daarom sta je nu dit te doen. Nou, dat heb ik ook mijn hele leven gehad. Dat is het eigenlijk. En als jij straks ontslagen wordt omdat je te brutaal was tegen me, dan moet jij eens kijken wat er dan gebeurt. Dan vaak zo weer bij de McDonald's natuurlijk. Nou ja, als ze je willen hebben, wel ja. Maar, maar dan moet je wel ook snel zo'n burger geven. Ja. Nee, Jeroen, het komt goed met je. Zei je gelijk ja of moest je twijfelen toen je dit aanbod kreeg?
Nou ja, je gaat er natuurlijk wel eens over nadenken. En denk je, oh, hoe lang dan, hoe lang weg? En nee, maar daarna, dit is wel het allermooiste programma bijna wat je kan maken op tv, denk ik. Ja, want ik hoorde in de wandelgangen dat jij best wel moest twijfelen toen je het hoorde. Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon handbalster en het in één keer, ja, je gaat toch even iets anders doen. Is het wel even wat nieuws? Ik bedoel, je wordt wel zo even zo, hoep. Zo, ja. Dus nee, ik heb en nu ben, en dan ben je nu een. Dan word je een ster eigenlijk, hè? Dan word je echt gewoon een vallende ster. Of wat? Wanneer wordt het uitgezonden eigenlijk? Heb je enig idee? Vanaf 30 augustus is mij verteld, ja. 30 augustus, SBS? SBS 6, 8:30, woensdagavond. Oké. Nou ja, die staat genoteerd. Ik zou zeggen, kijken, wordt leuk.